Welkom terug bij de meehaak-tutorial voor het haken van een sterslaapzak. We zijn ondertussen bij deel 7 aanbeland. Deel 7 is een optioneel deel. In dit deel gaan we de knopen maken. Je kan ook knopen uit je knopendoos gebruiken. Belangrijk is aan de knopen waarmee we straks de slaapzak sluiten, dat ze tussen de stokjes doorpassen van de eerste toer van het mouwtje wat we hebben gemaakt. Als je nou geen knopen hebt, dan kan je ze ook haken. Dat is heel simpel. We hebben in ieder geval knopen nodig op dit stukje wat we er speciaal voor hebben aangehaakt. Je kan ook knopen maken op iedere sterpunt en straks op de capuchon. Die zijn dan voor de sier. Voor het haken van de knopen hebben we nodig de schaar, een naald en de haaknaald. En natuurlijk het garen. Ik gebruik weer de dubbele draad, omdat ik het hele project met de dubbele draad heb gehaakt. En dezelfde naald. En de knoop is echt super simpel. We beginnen met de magische ring. Als je die niet kan of wil haken, dan haak je 3 losse en die sluit je met een halve vaste rond een cirkel. De magische ring. Daar is die. En daarin haken we 6 vaste. Vervolgens sluiten we de ring door aan het draadje te trekken. En maken met een halve vaste in de eerste steek de ring dicht. Dan nemen we de schaar en knippen op 1 cm of 10 de draad af. En trekken de lus door. Dan nemen we de naald. En steken daar de draad, ik heb er 2, maar telt als 1, hè, in. Nou hebben we met een halve vaste gesloten in deze steek. In de steek daarna steken we in de achterste lus de naald in. En trekken de draad naar achteren. Kijk, daar is onze knoop. Dan draaien we ons knoopje om. Dit is de begindraad. En nou wil ik dat de einddraad hier tegenover komt te zitten. Dus we steken heel simpel door wat steekjes heen. Trekken de draad door. En onze knoop is klaar. Dan zoeken we de plek op ons project waar we de knoop willen hebben. We zetten de knopen op de eerste toer die we hebben gehaakt na de pentagon. Dus we hadden de pentagon gemaakt en toen hebben we 2 toeren hier gehaakt voor de knoopjes. En op de eerste toer van die 2 zetten we hem in het midden. Ik had 18 steken. Ik weet toevallig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit zijn de 2 middelste steken. Ik pak even mijn haaknaald weer. De draadjes van de ene kant halen we tussen de 8e en 9e steek vanaf hier door. En die van de andere kant tussen de 8e en de 9e steek vanaf hier door. Dan ziet het er zo uit. Het zit precies in het midden. We nemen de draadjes en omdat ik een hekel heb aan afhechten, knoop ik ze gewoon stevig met een aantal knopen vast. Zo, die gaan helemaal nergens meer naartoe. Nog eentje extra, omdat het kan. Ik knip de draadjes af.
En daar hebben we onze zelfgemaakte knopen. Dit is het mouwtje. Nou, hier heb ik de knoop tussen de derde en de vierde steek zitten. Dus 1, 2, 3 tussen de derde en de vierde steek. Tussen de twee middelste steken. En hier weer tussen de derde en de vierde steek. En zo sluiten we straks het mouwtje als we de slaapzak helemaal af hebben. Nou, dat was de superkorte tutorial om zelf knopen te maken als je ze niet hebt. Je kan de knopen dus ter decoratie langs alle zijden doen. Let wel op dat je ze dan ook weer vastmaakt op de eerste toer van de punt. Anders dan is het niet synchroon. Nou, dan zie ik je graag weer terug in het volgende deel waarin we de boel helemaal in elkaar gaan zetten. Veel haakplezier en tot de volgende keer.